Hoi iedereen, leuk dat je weer kijkt naar al deze games. Vandaag ga ik weer verder met The Sims 3. All Expansions heette de serie, toch? Ja, volgens mij wel. Ik heb het al zo lang niet meer gedaan dat ik niet eens meer weet hoe de serie heet. Jongens, we gaan weer verder met deze serie. En het is een hele tijd geleden dat de laatste aflevering, of de vorige aflevering hiervan online is gekomen. Dat was natuurlijk omdat Roy toen een Sims 3 serie ging doen. In heel december ging hij dat doen. Alleen, dat was een beetje uitgelopen en daardoor was hij er in januari nog mee bezig. En daardoor heb ik het ook weer uitgesteld om mijn serie verder te doen. Maar we gaan weer verder met The Sims 3. Dus doe alvast een duimpje omhoog als je er weer super veel zin in hebt. En als je de vorige aflevering nog niet hebt gezien van deze serie, klik even hierboven in beeld. We zijn hier in een heel groot huis. Als je de serie hebt gevolgd, dan weet je wel wat voor huis het is. Want we moesten toen... Ik gedraag me ongepast. Nou, sorry hoor. We moesten toen vrienden worden met deze mevrouw. Hoe heet ze ook alweer? Carolina Iktasha. En dat hebben we gedaan. Maar we gaan nu naar huis. Want ik heb ook geen idee waarom we hier zijn. Want wij wonen... Eens even kijken. We wonen hier op de woonboot. En ik zag dat Ruby heel veel honger heeft. Dus die gaan we eventjes eten geven. En we gaan eventjes naar huis reizen. Zo, we zijn thuis bij onze mooie woonboot. Misschien ken je het helemaal niet omdat je deze serie helemaal niet hebt gevolgd. En als je het niet kent, dan ken je het nu. Het is ons huisje. Er liggen allemaal kranten binnen en zo. En de muziek staat ook super hard, dus die gaat even wat zachter. Zo, en dit is Ruby, onze hond. En die heeft heel veel honger, want we zijn... omdat we altijd weg waren, konden we die hond natuurlijk geen eten geven. Dus die heeft nu super veel honger. Dus dat is best wel zielig, dus die gaan we nu meteen even eten geven. Zo, en die gaat ook meteen naar de bak rennen en lekker eten. Even kijken. We hebben trouwens ook een resort. Daar moeten we misschien ook nog eventjes voor zorgen. We hoeven er niet voor te zorgen, maar eventjes kijken hoe het daar is. Ik vind het echt super vervelend trouwens dat het winter is. Ik vind het echt niet leuk. Het is veel leuker hier als het zomer is. Dit is ons resort. En dat is gewoon van ons. En de gasten kunnen er naartoe komen. En we kunnen er verder niet zo heel veel doen eigenlijk. Maar dit is in ieder geval ons resort. Als je dat nog niet wist, dan weet je het nu. Ik was ook eventjes aan het kijken naar de vrienden en zo die we hebben. Want ik weet het echt allemaal niet meer met wie we vrienden zijn. Maar blijkbaar hebben we niet zoveel vrienden. Het zijn eigenlijk alleen maar kennissen. En even kijken hoor. Deze man, Tarik Scott, dat is blijkbaar onze hartendief. Ik kan me dat even serieus niet meer herinneren dat ik met hem heb geflirt of zo. Of weet ik veel wat ik met hem heb gedaan. Ik vind het echt heel raar. Dus ja, ik heb echt geen idee. Misschien weten jullie het nog wel, maar ik weet het echt niet meer. Het is echt super lang geleden. Kijk, wat gaat ze nou weer doen? Iets lezen. Nou, ik denk dat het een beter idee is als we deze kranten hier zo eventjes opruimen. Want ik weet niet waarom dit hier allemaal ligt, maar het is echt een rotzooi. Hier, er liggen overal kranten. Ja, dat zal Ruby wel gedaan hebben dan, maar ik snap er helemaal niks van. We zijn uitgenodigd voor een feestje door Carolina Iktasha. Nou, wat leuk. Moeten we weer naar dat huis toe? Op zich wil ik er best wel heen, dus ik ga er gewoon naartoe. Hartstikke leuk. Tenminste, ik hoop dat het hartstikke leuk is. Dat zullen we vanzelf zien. Even kijken. Ruby heeft weer lekker gegeten, zo te zien. Die heeft... die heeft niet eens heel het bakje op, maar ze heeft in ieder geval wel weer lekker gegeten. Dus dat is mooi. Dan is die ook niet meer uitgehongerd. Het is misschien ook wel eventjes leuk om haar... Nou, jeetje, wat aandacht te geven. Want dat hebben we ook al heel lang niet gedaan, denk ik. Want we zijn nog wel beste vrienden voor altijd. Dus we geven haar op zich nog wel genoeg aandacht. Want anders zijn we dat natuurlijk niet. Ik bedoel, heel die balk is ook nog helemaal groen. Dus dat is gewoon alleen maar goed. Zo, we gaan even met haar praten. En we gaan haar even vertroetelen. Want dat mag ook wel een keertje. Ik zeg dan wel ze, maar is het een ze? Ja, het is een ze. Oké, gelukkig. Ik dacht al dadelijk is het een jongen, maar nee, het was een meisje. Ik weet het nog wel een beetje allemaal. Maar ik moet er even weer inkomen. Want ik ben even heel veel dingen vergeten. Even kijken. Heftige zoen. Kunstjes. We kunnen ook een kunstje leren. Opzitten. Hier, we gaan haar even een kunstje leren. Duurt super lang volgens mij. Maar we kunnen het wel eventjes een beetje doen. Oh, we zijn ook super beroemd trouwens. We hebben 3 sterren gewoon. Dat wist ik niet. Ik dacht dat we er maar 1 of zo hadden. Maar we hebben blijkbaar al 3 sterren. Ik heb dit echt zo lang niet gedaan. Ik moet het echt weer vaker gaan doen. Maar vanaf nu komt dit dus ook weer vaker. En als je afvraagt van Bo, wanneer eindigt de serie dan? De serie eindigt gewoon als Amy, zo heet ze trouwens. Als Amy doodgaat. Nou, ze wordt over 5 dagen volwassenen. En daarna is ze natuurlijk een volwassene. En dan wordt ze nog een oudere. En dan stopt de serie pas. Of nou ja, dat denk ik. Misschien stopt die wel eerder. Als ik het echt niet meer leuk vind. Maar
Nee, ik ga voor nu gewoon door tot aan haar dood. Ze is trouwens ook een zeemermin, dus af en toe moet ze ook zwemmen en zo. En ze eet ook alleen maar vis in plaats van normale dingen. Of nou ja, ze kan wel normale dingen eten, alleen daar raakt ze niet zo gevuld van. Dus dan moet ze heel veel eten voordat ze eindelijk vol zit. Dus dat is heel fijn. We gaan eventjes in bad en even naar de wc. Zo, want dehydratatie heet dit. Dat is eigenlijk hetzelfde als douchen. Je moet gewoon gehydrateerd blijven en dat kan je doen door te zwemmen of door in bad te gaan of door te douchen. Dus we gaan eventjes snel in bad en dan gaan we zo naar het feestje. Oh nee, het feestje is nu al. Waarom krijgen we daar dan geen melding van? Wat is dit nou weer voor een gekkigheid, jongens? Waar is dat feest? Hier is het. Oh, maar er staat nog helemaal niet van die ballonnetjes dat er een feestje is. Maar het begon toch om 5:30, nu toch? Nou, soms snap ik echt helemaal niks van The Sims 3. Echt, The Sims 3 is echt een geval apart af en toe. Want ja, dan zijn we uitgenodigd voor een feestje om 5:30 en dan is er geen feestje meer. Nou jongens, ik snap er helemaal niks van. Even kijken wat we eventjes gaan doen. Ja, dan gaan we maar iets anders doen natuurlijk. Ik weet niet wat, maar we gaan maar iets anders doen. Want we gaan hier niet heel de dag zitten niksen natuurlijk. Even kijken, wat is dit? De kunstgalerie. Een park. Bla bla bla. Nou, we kunnen wel even naar ons resort gaan. We gaan gewoon even naar ons resort. En even kijken of er leuke mensen zijn. En dan gaan we wel gewoon even chillen of zo. Ik heb geen idee. We zijn bij het resort. En we kregen ook zojuist een belletje. Of ik een check wil overhandigen in Pluiminstituut en Stadion. Nou, dat wil ik best wel doen. Dat ga ik niet nu doen. Maar dat ga ik straks wel eventjes doen dan. Dat vind ik helemaal prima. Oh, we gaan op onze mobiel. Oh, nu krijgen we ineens wel een melding van dat feestje. Oh, het was om 7:30. Oh. Nou, ja, gaan we er dan alsnog heen? Ik heb geen idee. Oh my god, daar is Kara Drake, de geest. Ja, even kijken. Eigenlijk moeten we eerst... Oh, dit moet gewoon op een willekeurige dag. Oké, dat hoeven we dan nu niet te doen. Ja, zullen we nog naar het feestje gaan? Ik weet het niet. Ja, we kunnen het best wel doen. Maar ik ga eerst eventjes... hoe heet dat? Ik wil de resortreacties bekijken. Weet je wel dat je... Oh, we gaan blijkbaar op de foto voor iemand. Resortreacties bekijken. Even kijken wat mensen van ons resort vinden. De vuurloop is kei vet. Er was een keur aan toetjes te krijgen. Bla bla bla. Nou, op zich krijgen we wel goede recensies. Oh, hier krijgen we ineens 2 sterren. Wat een wilderig resort. Terwijl ik dit schrijf, vraag ik me af of het buffet eigenlijk wel de moeite van het vermelden waard is. Het was zo gewoontjes. Redelijke tarieven, ideaal voor het hele gezin. Oké, maar toch krijgen we 2 sterren in ieder geval. We hebben, onze resort is 3,5 ster. Ja, kan beter. Of 3,5? Ja, is het nou 3,5? Nee, hè? Nee, ja, wel, dit is 3,5 toch? Want 4,5 is dus als er hier een 0,5 sterretje staat. Dus dit is 3,5. Ik weet het niet meer. Volgens mij is dit gewoon 3,5. Het zal wel. Even kijken, we gaan even snel wat eten. Want dat is misschien wel even lekker. Want Amy heeft een beetje honger natuurlijk. En je zal nu zien, we kunnen wel gewoon dit eten en zo. Alleen dan gaat het super langzaam. De hongerbar die gaat dan heel langzaam vol. Omdat ze dus een zeemermin is. En dan is het beter als ze alleen maar vis eet of zo. Ik weet ook niet precies waarom het is. Maar het is zo. Ik heb nog steeds last van hoesten. Het spijt me echt heel erg als het vervelend is. Maar ja, ik kan er ook niet zoveel aan doen. Oh my god, we halen dat feestje nooit meer. Dat feestje is ook super ver. Nou, laat het feest dan maar zitten. Ja, ik ga wel een andere keer weer naar het feestje. Want ik heb hier helemaal geen zin in. Want anders moeten we ook weer super verder naartoe reizen. Dus nee, dat gaan we allemaal niet redden. Dus laat het feestje maar zitten. Ja, waarom is die geest hier eigenlijk? Wat doet zij hier? Ik denk gewoon, ik ga ook even chillen in het hotel of zo. Jeetje jongens, die hongerbar gaat echt heel langzaam omhoog. Echt super langzaam. Niet normaal. Even kijken hoor. We gaan even kijken naar de hotelkamers. Ik vind het wel een leuk resort. Dat moet ik wel zeggen. Het is... Ja, ik weet niet. Het is leuk. Ik vind het gewoon leuk. Ja, meer kan ik er niet echt van maken. Even kijken. Zijn er voor de rest nog leuke mensen hier of zo? Beneden in de bar? Nou, niet echt. Er zijn niet echt veel gezellige mensen vandaag. Dat vind ik dan weer een beetje jammer. Ja, weet je, ik heb nu al genoeg van dat geëet heel de tijd. Want we gaan niet heel de dag zitten verspillen aan eten. Hier, outfit kiezen alledaags. Wie is deze man? Dit is Gregory Lozano. Nou, we gaan eventjes met Gregory over haaien praten. En we gaan hem eventjes leuk begroeten. Ik weet ook niet waarom. Maar ja, soms dan is het natuurlijk wel even leuk om met je personeel even te praten. En een goede band op te bouwen.
Je weet maar nooit, misschien worden we nog verliefd. Oh, die geest zit weer foto's van ons te maken. Nou ja, dat is dus omdat we beroemd zijn. Kijk, we gaan hem eventjes leren kennen. En we gaan praten over de sneeuw. Ik vind het echt vervelend trouwens dat het sneeuwt. Ik hoop echt dat het snel weer zomer wordt. Want het is veel leuker als het hier zomer is. Want dit is natuurlijk een exotisch eiland. Dus het is veel leuker als het gewoon lekker zon is en zomer. En ja, dat soort dingen. Maar oké. Oh, wat is er nou weer kapot, jongens? Oh, ergens is het kapot gegaan. Want dat geluidje betekent dat er iets kapot is gegaan. Ik weet niet wat. Maar ja, dat zien we dan alweer. Kijken. We gaan even met hem kletsen. Nou, het zal wel even fijn zijn als we met hem vrienden kunnen worden of zo. Want we hebben echt zo weinig vrienden. Nou ja, we hebben eigenlijk gewoon helemaal geen vrienden. Ik bedoel, deze mevrouw Carolina is een vriendin van ons. Tarek is dan onze hartendief blijkbaar. Maar die is ook getrouwd, dus ik snap er ook helemaal niks van. En voor de rest, voor de rest hebben we geen vrienden. Voor de rest zijn we gewoon forever alone. Gregory heeft geen baan. Nou, dat is helemaal niet waar. Want hier is hij gewoon een barista barkeeper. Oh, naam, joh. Barista barkeeper. Oké. We gaan hem een verhaal vertellen. Nee. Wat kunnen we nog meer doen? Ja, weet ik veel wat we kunnen doen. Kom, we gaan wel even met hem flirten. Dat vind ik wel leuk. Oh. Vragen of hij vrijgezel is. We moeten natuurlijk eerst wel even checken of hij niet al een vrouw heeft. Dat we dan allemaal weer gekke dingen gaan doen. Oké. Waarom is het romantisch om op te scheppen over dat je de eigenaar van dit resort bent? Even serieus, wat is daar romantisch aan, jongens? Dat snap ik dan weer helemaal niet. Daar is toch niks romantisch aan? Of ben ik nou gek? Ja, ik ga toch ook niet... Kijk, stel je voor hè, dat ik met iemand wil flirten. En ik ga dan zeggen... Ja, ik ben de eigenaar van all these games. Oh, ik ben zo cool nu. Dat is toch niet romantisch? Ik snap soms niks van The Sims. Echt, The Sims 3, jongen. Vooral The Sims 3. The Sims 3 is soms echt een geval apart, hoor. Soms snap ik echt helemaal niks van. Maar ja... hij heeft een relatie met Albert. Oh, hij is gay. Hij is gay. Dat zie je ook niet vaak in de Sims. Dat mensen gay zijn. Oh, deze mevrouw zit over ons te schrijven. Oh nee, dan gaat ze dadelijk opschrijven dat we met hem flirten. Dan gaat ze opschrijven dat we met iemand flirten die homo is. Niet dat het ergens om homo te zijn. Maar ja, dan kunnen we dus geen relatie met hem of zo beginnen. Of flirten of zo, want hij is homo. Nou ja, hij kan ook bi zijn dat hij op allebei valt. Dat kan natuurlijk ook. Maar wie hebben we eigenlijk aan de lijn? We hebben je gemist op het feest. Ja, sorry, maar het ging helemaal weer fout en zo. En oh my god. Het is ook alweer super laat. Jeetje, jongens, het gaat helemaal fout. Eigenlijk moeten we nog eventjes naar de supermarkt. Want we moeten eventjes boodschappen doen. Om eventjes weer wat vis en zo te halen. Want dat is veel beter voor Amy. Dus we gaan even snel naar de supermarkt om wat vis te halen. Je kan gewoon in de Sims om 1:30 s'nachts naar de supermarkt als je dat wil. Dat maakt allemaal niet uit, want in de Sims kan alles. Anchovies. Ja, we voegen een anchovies toe. Hupsakee. Meerminval. We gaan geen goudvis eten hoor. Dat vind ik een beetje raar. Even kijken. Een regenboogforel. Oh, we moeten vooral veel zeewier eten. Zo. Nou, nu vind ik het alweer genoeg. Zo, helemaal top. Dan gaan we nu lekker naar huis. We hebben boodschappen gedaan om 1:30 s'nachts. Doe ik het echt ook altijd? Nee, natuurlijk niet. Waarom kan dat in de Sims? Sims? Je bent echt een beetje raar. Maar oké, we gaan eventjes snel nog wat lekker eten dan. Nou ja, wat lekker eten. We gaan gewoon eventjes wat zeewier eten, want dat vindt Amy blijkbaar heel erg lekker. Zo, eet het zeewier. En dan nemen we ook nog eventjes een lekkere anchovies. Zo, helemaal lekker. Zijn we weer helemaal onze buik weer helemaal gevuld. En dan gaan we nu maar weer lekker slapen, want het is alweer super laat. Het is altijd super laat als we gaan slapen in de Sims. Maakt niet uit of het de Sims 3 is of de Sims 4. Het is altijd super laat. Ruby ligt ook lekker te slapen, dus dat is allemaal hartstikke mooi. En dan was dit natuurlijk weer het eind van deze aflevering. Dus jongens, doe een duimpje omhoog als je het leuk vond. En als je het niet leuk vond, doe het dan nog steeds. En dan zie je mij de volgende keer weer. Bye bye.